Vandaag eten we pannenkoek met ham, champignons en boerenkool. En daar heb ik de volgende boodschap voor in huis gehaald. Melk, bloem, 4 eieren, achterham, champignon roerbakmix, boerenkool, zachte geitenkaas, suiker en balsamicoazijn. Wat gaan we doen? We gaan vandaag in een grote ovenschaal een hele lekkere pannenkoek maken die geschikt is voor 4 personen. Maar we gaan niet gewoon alleen maar een pannenkoek maken. We gaan hem vullen met allemaal lekkere dingen. Boerenkool, champignon, roerbakmix en, let op, heerlijke achterham. Die gaan we in reepjes snijden. Die komt door de groentemix heen en dat komt dus op die pannenkoek. We gaan aan de slag. Ik begin met de ovenschaal, want ik vertelde het al, we gaan een pannenkoek in een ovenschaal maken. Daar hebben we hem. En deze is dus groot genoeg voor 4 personen. Maar we moeten zo meteen een beslag gaan maken en dat ga ik je zo meteen allemaal uitleggen. Maar die pan die moet dus loei en loei heet zijn, die ovenschaal. Dus ik giet hier een scheut zonnebloemolie in. En de oven die heb ik op 220 graden voorverwarmd. Je kunt het alvast een klein beetje verdelen over de bodem, maar het hoeft niet helemaal overal ingevet te zijn. Die ovenschaal, die gaat in de oven. Dan gaan we het beslag maken en dan gieten we hem in een loeihete ovenschaal. Dus zet hem erin en laat hem maar even warm worden. Dan gaan we het beslag maken. En voor het beslag heb ik bloem nodig. Dat heb ik in de voorraadkast staan. Dus ik pak even mijn weegschaaltje erbij. En ik weeg hem af totdat het 75 gram is. En dit luistert wel nogal nauw. Zoals je ziet, het zijn ongeveer 3 eetlepels. Ja, 75 gram. Dan hebben we eieren nodig. En melk. En die melk, daar heb je 180 milliliter van nodig. Dus pak er ook even een maatbeker bij. Kan deze weer de koeling in. Dan pak ik er een grote kom bij en een handmixer. Even eentje waar je echt lekker in kan kloppen. Deze. Dan gaan er 4 eieren in het beslag. Die kun je gewoon in het geheel erin tikken. En die eieren die gaan we zo meteen echt super luchtig opkloppen. Wil ik je even wat laten zien, want dat gebeurt jou thuis ook heus wel heel erg vaak. Er zit dus een schilletje van dat ei in dat eiwit. En als je dat met je vinger er probeert uit te halen, dan glibbert het meestal alle kanten op. Ik wil je even laten zien dat als je dat met het schilletje doet, dan heb je hem er dus in één keer uit. Dat is handig, hè? Het zijn best veel eieren relatief. Als je van een normale pannenkoek mixt. Ja, daar gaan we inderdaad. Maar nu moet hij ook heel luchtig in de oven bakken. Dus dan heb je ook wel flink wat eieren nodig. Mm-hmm. En die eieren die moeten dus ook heel luchtig geklopt worden. Dus dat mag je even lekker met de mixer doen. Als je die tenminste hebt. Zo niet, dan heb je pech. Dan moet je gewoon onwijs kloppen met de garde. Maar ga er maar eventjes echt flink doorheen. Want hoe luchtiger die eieren, hoe luchtiger straks je pannenkoek wordt. En even turbo kloppen. Ik hoop echt voor je dat je een mixer hebt thuis. En je wil hem eigenlijk zo luchtig hebben
dat als je bij de onderkant van de kom kijkt, dat er geen eigeel meer zit. Dus dat het echt één grote luchtmassa is. Nou, volgens mij zijn we er bijna. Dan zijn we klaar met kloppen. Dan pak ik er een zeef bij. En dan gaan we de bloem er doorheen zeven, zodat er geen klontjes zijn. Dat kun je gewoon door een beetje te tikken er doorheen zeven. Dan gieten we de melk erdoor. En dat doe je wel eventjes voorzichtig met beleid, met een spatel. Want je moet natuurlijk niet al die lucht er weer uitkloppen. Dus die melk gaat erbij en dan heel voorzichtig een beetje omscheppen. Bijna meer vouwen. Zodat de bloem wel mooi gemengd is en het een mooi beslagje wordt. Mooi gemengd. Ik pak de ovenschaal erbij. Even goed overhandschoenen aandoen, want dat ding is natuurlijk hartstikke heet. Gauw de oven weer dicht, dan ontsnapt niet alle warmte. Dan gaat het beslag erin, maar eerst wals je eigenlijk de olie goed door de ovenschaal heen, dat die dus echt overal mooi ingevet is. Dan giet je het beslag erin en nogmaals, pas op met die ovenschaal. 220 graden is namelijk echt best wel hoog. Je verkruimelt ook nog wat geitenkaas in het midden van het beslag. Ongeveer een derde van de geitenkaas hebben we nodig. De rest gaan we straks gebruiken om de Dutch baby, want zo noemen ze het, mee te beleggen. En dat kun je gewoon met je handen doen, dat verkruimelen. Maar zorg echt dat je rondom een centimetertje of 7 vrij houdt. Want deze pannenkoek gaat dus zo meteen opzwellen als een soort luchtballon in de oven. Eigenlijk is het bijna een soort soufflé. En doordat er in het midden wat geitenkaas ligt, houdt hij een soort gewicht, houdt hij eigenlijk een soort bodem in het midden waar je dan straks al die lekkere groenten en achterham op kunt scheppen. Gauw even de handen wassen en dan gaat hij de oven in. En we pakken weer even de ovenhandschoenen erbij. Ik doe de oven vast open. En dan ga ik even rennen naar mijn ovenschaal. En dan gaan we deze in de oven zetten. Kwartiertje ongeveer. Hij zit erin. Van mijn pannenkoek naar de volgende pannenkoeken. Want het bakken van pannenkoeken, zo makkelijk is dat heus nog niet. Robert heeft een paar tips voor je. Wie houdt er op zijn tijd nou niet van een lekkere pannenkoek? Ouderwets gezellig samen pannenkoeken bakken in het weekend. Ondernemer en pannenkoekenbakker Robert vertelt hoe je een perfecte pannenkoek bakt. Welkom in Leiden bij ons pannenkoekenhuis. We bakken hier al meer dan 100 jaar, zo'n 200 pannenkoeken per dag. Pannenkoek. Voor het bakken van pannenkoeken hebben we nodig beslag, een pan, vuur en iets om in te bakken. Het belangrijkste bij het maken van beslag is dat de mixer niet op de hoogste stand staat, maar op de laagste en mix het niet te lang. We maken het beslag een dag van tevoren, zodat de bloem alle melk kan opnemen en we de dag daarna het beslag glad kunnen roeren zonder de gluten te beschadigen. Want anders krijg je een taaie pannenkoek en dat willen we niet. Dat zijn een aantal handige tips van Robert. Voor het bakken van een pannenkoek gebruiken wij een pan met een dikke bodem. Die houdt zijn warmte goed vast. En die koelt dus niet snel terug als er beslag in gegooid wordt. Wij gebruiken hiervoor gietijzer. We
zijn hier bij de pitten. De pannen staan altijd aan. Op een klein waakvlammetje. Dit doen we zodat de pannen altijd warm zijn. En zo kunnen we snel aan de slag. Vervolgens gooien we zonnebloemolie in de pan. We gebruiken zonnebloemolie omdat boter veel te snel aanbakt. En dat willen we niet hebben, want dan krijgen we geen mooie pannenkoeken van. Zoals jullie kunnen zien, begint de pan goed te roken. Dat betekent dat de olie warm is. Ik ga nu een appelrozijnenpannenkoek bakken. Rozijnen erin. De slag goed rondom gooien. En nog een klein beetje in het midden. Appeltjes erop. Goed aandrukken, anders gaan de appels eraf. En we schuiven hem door. En we houden hem op hoog vuur. De bovenkant is droog. De randjes beginnen los te komen. Dat betekent de onderkant van de pannenkoek is goed warm en is klaar om omgegooid te worden. Want echte pannenkoekenbakkers gooien een pannenkoek gewoon om. Het is echt niet zo moeilijk hoor. Nog een klein tipje van mij. Iedereen kent het wel, een heerlijke kaaspannenkoek. Maar vaak blijft die plakken in de pan. Het geheim daarvan is doop de kaas even door beslag en doe er een klein beetje olie overheen. En je zal nooit meer last hebben van plakkende kaas in je pan. Mijn favoriete pannenkoek is een pannenkoek spek met uitgebakken spek wat nog een beetje extra smaak afgeeft. Eet smakelijk. Je moet even in je oven gaan kijken. Doe hem niet open, want hij moet lekker rijzen. Maar het ziet er zo leuk uit. Rondom zwelt hij zo helemaal op. Het wordt een soort soufflé eigenlijk. Hartstikke leuk. We zijn toe aan de balsamico siroop. Want wij doen geen pannenkoeken met stroop. Maar we doen pannenkoeken met balsamico siroop. Dus ik heb een maatbeker. En een flesje balsamico. En ik heb 200 milliliter balsamico nodig. Die gaan we inkoken met suiker. Dat duurt even, voordat er 200 milliliter uit is. Dat heb je soms, hè, met van die schenktuutjes, dat het bijna niet schenkt. Ja, waarom dat is? Omdat je normaal geen 200 milliliter gebruikt. Nee. En kleine scheutjes over je salade of zo heen. Ja. Ik heb hem. Deze gaat in een steelpan. En die steelpan die zet ik even op hoog vuur om hem aan de kook te brengen. Daarna draai ik meteen het vuur laag. Ik pak er ook even een eetlepel suiker bij. En we gaan die balsamico siroop inkoken tot een stroperige balsamico siroop eigenlijk. En die suiker gaat dat helpen. Er zit natuurlijk wel al suiker in de balsamico. Daarom is hij natuurlijk ook al wat zoeter. Maar een beetje extra suiker zorgt ervoor dat hij karamelliseert. En dat het echt een stroopje wordt. Het enige ding is, het gaat nogal intens ruiken. Dus ga er niet boven hangen met je neus. Want verwarmde azijn, dat is best wel heftig. Komt ook wel binnen. Zet misschien even een raampje open in de keuken. Maar lekker is het wel. Dus ik zou het wel gewoon doen. Maar dan waarschuw ik je alvast. Die suiker die smelt door die siroop of door die balsamico azijn heen. En zodra die kookt, draai je het vuur lager. Kijk, daar begint hij al te borrelen. En het is misschien er een beetje vroeg voor, maar wat zo leuk is, dit is nou ook een leuk sausje wat je ook bijvoorbeeld met de kerstdagen zou kunnen gebruiken. Stukje vlees, beetje balsamico siroop eroverheen. Een lekkere salade met balsamico siroop. Dus hou het even in het achterhoofd. Zodra die kookt, haal ik hem even naar een zachter vuurtje en dan laat ik hem inkoken. Op een zacht vuurtje, totdat hij eigenlijk reduceert, inkookt tot een stroperige balsamico. Ruik je het al? Ik wel. Laat maar lekker gaan. We gaan verder. Ik heb champignon roerbakmix en die ga ik in de hapjespan even aanbakken.
Zet het vuur aan. Scheut olie erin. Daar gaan we de champignon roerbakmix eventjes in aanbakken. Ook die walsen we weer even door de pan. Pak er even een spatel bij. Een roerbakmix, daar zitten kastanje champignons in, prei, rode ui en peterselie. En als de olie goed heet is, bakken we die daar even in aan. Daar gaat zo meteen nog lekker wat boerenkool doorheen. Daar gaan achterhamreepjes doorheen. Lekker nog meer geitenkaas, natuurlijk die lekkere balsamico siroop. En dat doen we dus weer op de pannenkoek. Ik ruik hem. Dus dat betekent dat de champignon roerbakmix erin kan. Let op. Hij is flink aan het opzwellen. Dus ik ga hem even afdekken met wat aluminiumfolie. Zodat hij wel verder gaart. Maar niet te bruin wordt, want het gaat wel heel rap bij mij in de oven. Oh, het ziet er wel echt super tof uit hoor. Moet je kijken. Hij is bijna gaar, maar nog niet helemaal. Er moet even wat folie overheen. En ik zet de temperatuur ook even wat lager, dat hij wel doorgaart. Oh, ik ga hem even afdekken. Wil jij mij misschien even helpen? Oh, assistent in beeld. Ik til hem op. Ja. En als jij dan de folie er een beetje omheen vouwt, voorzichtig, hè, want het is heet. Ja. Misschien moeten we nog een stukje doen. Ja, nog een stukje erbij, denk ik, hè? Ja. Spannend, hè? Nou, het goed afloopt. Oh, joh. Jongens, wat een cliffhanger. Wacht, ja. Weer even. Ja. Ja, happatee. Zet hem? Ja, oké. Je handen er nog uit. Ga erover weer in. Voilà. Dankjewel. Joe. Door de folie gaart hij wel goed door, maar zal hij niet te ver doorkleuren. En heb je dan nu de oven uit of wel aan? Nee, hij staat aan. Ik heb hem iets lager gezet. Oh, okay. Ik heb hem nu naar 170 graden of zo gezet. Dit gaat allemaal goed. Spannende televisie, hè? Bij de champignon roerbakmix gaat de boerenkool. Die gaan we even mee roerbakken. Die laten we gewoon een klein beetje meeslinken. En je hebt me nu misschien al een paar keer de term Dutch baby horen zeggen. En dat is eigenlijk de Amerikaanse benaming van het gerecht wat wij vandaag maken. En het heeft niks met baby's te maken en al helemaal niet met Nederlandse baby's. Het is namelijk een gerecht wat ontstaan is in Duitsland. Dus Dutch is eigenlijk een soort verbastering van Deutsch. En ze maken hem in Amerika eigenlijk zoet, maar wij maken natuurlijk een lekkere, hartige variant van voor het avondeten. En ze hebben het een Dutch baby genoemd, omdat het vroeger in een soort kleiner vormpje gegoten werd. En dan lekker zoet met veel poedersuiker. Maar je kunt hem dus ook heel lekker maken met deze ingrediënten. Wat ook heel lekker erbij is, is achterham. Die achterham, die snij ik in reepjes, die gaat dan bij de groenten. En je kunt hem natuurlijk ook helemaal vegetarisch maken. Hè? Dan laat je gewoon de ham weg. En dan doe je alleen de geitenkaas eroverheen. Ook super lekker. Oh, onderweg een klein beetje ham verloren. Ga eens even kijken hoe het hier gaat. Volgens mij kan hij eruit. Ja hoor. Vinden jullie natuurlijk spannend, hè? Te zien wat hieronder zit. Maar ik ga het je laten zien. Kijk eens even. Wat een prachtig ding. Het lijkt wel een soort
kiesbodem of zo. Ik vind het wel cool. We gaan daar zo meteen lekker de boerenkool inscheppen. En natuurlijk ook de balsamico siroop die bijna mooi tot stroop ingekookt is. Ik heb hier nog wat geitenkaas. Die gaat door de boerenkool heen. En hou ook nog weer een klein stukje achter. Dan kan je dat aan het einde nog over de pannenkoek heen doen. En dit roeren we door de boerenkool heen. Die kun je ook nog op smaak brengen met een beetje peper. Zout hoeft niet hoor, want we hebben al ham en kaas toegevoegd. Maar het gaat het wel lekker romig maken. Oeh, ik hang boven de stroop. Dat wat je niet wou. Ja. Ik zet het vuur uit, want die is mooi stroperig ingekookt. Dit laat ik nog op een zacht vuurtje een klein beetje gaar stoven. Bij boerenkool moet je altijd wel ietsjes langer doorstoven, omdat het anders echt wel heel lastig verteerbaar is. Deze gaart nog even door. En die stroop, daar wil ik je even wat mee laten zien. Die giet ik gauw in een kom. Door het afkoelen zal die nog ook ietsjes indikken. Maar kijk, het is echt een mooie stroperige balsamico karamel geworden. En met het oog op de kerstdagen, ik had het er net al over, wat nou zo leuk is. Je kunt die balsamico karamel dus ook heel goed gebruiken om je kerstgerechten mee te pimpen. Je kan het trouwens ook heel lekker op een toetje doen. Hè? Bijvoorbeeld met wat aardbeien en een beetje basilicum en dan van die balsamico karamel. Heel lekker. Maar je kunt je ook je bord ermee versieren. Kijk, roer hem even goed door. En je ziet het, hoe kouder die wordt, hoe stroperiger die wordt. Je moet altijd oppassen dat je hem niet te veel verwarmt, omdat hij dan die smaak van verbrande suiker kan hebben. Ik denk dat iedereen die wel herkent, als je een keer karamel hebt gemaakt en het is doorgeslagen. Met het lepeltje kun je een paar druppeltjes op het bord maken bijvoorbeeld. En die kun je ook nog in grootte variëren, dus een kleinere, een iets grotere. En dan nog eventjes een derde die echt flink wat groter is. En dan kun je dus met een prikkertje, heel leuk, daar streepjes tussen maken. Nu weet je dus ook hoe ze dat doen, hè, die chefs. Dat is toch leuk? Leg je daar een lekker stukje gebakken vlees bij. Of misschien een dessert, wat ik al zei, dus wat aardbeidjes. Een lekkere balsamico stroop. Ik vind het mooi. Het is net een blaadje, een herfstig blaadje. Een deel van de balsamico karamel gaat nog door de groente heen. Dus je hebt lekker dat zoutige van die achterham en die geitenkaas. En dan lekker dat zoetere van die balsamico karamel. Een heerlijk groenteprutje. En die gaan we in de pannenkoek scheppen. Ik zet die even ietsjes dichterbij. Ik heb jouw hulp weer nodig. Want hij is helaas al een klein beetje ingestort. Dus als jij nou eventjes de wandjes opzij wil houden, dames en heren, dit is Sjanne. Ja. Dan gaan we het erin scheppen en doen we het gewoon even samen. Oké. Okay. Blijf staan, hè? Ja, ja, ja. Ik kan dit. Jij kan dit. Dat dacht ik al. Dan scheppen we de groenten erin. Beetje zo bij de randjes, zodat het ook omhoog blijft staan. Het ruikt wel heerlijk. Ja, het ruikt zeker heerlijk. En ik moet zeggen, het is net een beetje verkeerd getimed. Ik had die pannenkoek ietsjes later in de oven moeten doen. Maar ik vind het wel heel tof hoe die zo opzwelt. Ja, ik ook. Een hele andere voorstelling van pannenkoek. Ja, hè? Als je dit het is ook eigenlijk bijna een soort soufflé of zo. Ja. Je krijgt zo'n stukje, hoor. Gelukkig. Voor de assistentie. Yes. Nou, heel erg bedankt voor je hulp. Ga zo eten. Yes. De rest van de geitenkaas verkruimel ik eroverheen.
En hij zakt wel weer een beetje in, maar dat is ook met een soufflé zo. Soufflé is vooral heel mooi op het moment dat hij net de oven uitkomt. En vlak daarna, njow, zakt hij in. Maar hij smaakt er niet minder lekker om. Ik drizzel er ook nog wat balsamico karamel overheen. En terwijl ik dat doe, vertel ik jullie ook vast wat ik morgen ga maken. Morgen gaan we iets heel anders maken. Morgen gaan we namelijk een romige kip curry stoofpot maken. En dat gaan we maken met een Hollandse roerbakmix. Want het is vrijdag, dus ik wil jullie snel aan tafel hebben. Met lekkere Hollandse groenten, peen, wortel, zit van alles in. En dat gaat het heel lekker maken. En vooral ook heel snel, zodat jullie snel van het weekend kunnen gaan genieten. Ik vind het mooi. Ik ga er gauw wel even wat onder zetten, want dat ding is natuurlijk hartstikke heet, zoals je net hebt gezien. De rest van de stroop giet ik in het leuke schenkkannetje. Pannenkoeken met stroop. Het is wel een heel groot kannetje, hè, voor zo'n klein beetje stroop, ja. Maar het is voor het idee. Ik vind het wel leuk staan. Nou, dan doe ik even mijn sexy roze keukenhandschoenen weer aan. En dan gaat die in de onderzetter. En met een klein beetje zweet op mijn voorhoofd hebben we hem toch helemaal mooi gekregen. Een Dutch baby, oftewel de pannenkoek met ham, champignon en boerenkool. Maak even een fotootje van jouw eindresultaat. Ik ga het trouwens nu ook gewoon doen. Ik ga een foto maken. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe die van jou is geworden. En laat het me weten. Hashtag wat eten we erbij. En dan nu gauw aan tafel. Eet smakelijk!